Waarom schreef Eduard Douwes Dekker het boek Max Havelaar? Het was 1859, Brussel. Eduard Douwes Dekker schreef het boek Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij door Multatuli. De meeste mensen denken dat Max Havelaar gewoon een persoon is in de geschiedenis. Dit klopt niet helemaal. Max Havelaar is een boek, geschreven door Eduard Douwes Dekker. Havelaar is dus een fictief persoon die een rol speelt in het boek. Max Havelaar is een groot en bekend, maar ook invloedrijk werk in de Nederlandse literatuur. Het boek was een aanklacht tegen meerdere dingen. Als eerste het cultuurstelsel, de regel dat de inheemse bevolking op 20% van hun land producten moesten verbouwen voor de Europese markt. Voorbeelden hiervan zijn thee, suiker, maar bovenal koffie. Deze producten werden door de Nederlandse handelsmaatschappij in Europa verkocht en geveild. Als tweede vond hij dat de herendiensten afgeschaft moesten worden. Herendiensten was onbetaalde arbeid door de bevolking waartoe ze gedwongen werden door de Europese bezetter. Ook vond Dekker dat de Nederlandse ambtenaren die in Nederlands-Indië werkten hun werk niet goed deden. In wat voor vorm is het boek geschreven en wat staat er precies in? Het boek is geschreven in verschillende perspectieven en oogpunten. Hoofdstuk 1 tot en met 4 zijn geschreven door Batavus Droogstoppel, die in deze hoofdstukken Sjaalman, dat is Havelaar, na een eerste ontmoeting weer ontmoet. Ook hoofdstuk 9 en 10 heeft deze man geschreven. Deze 6 hoofdstukken zijn dus in het ik-perspectief geschreven. De rest van de hoofdstukken gaan over Max Havelaar, geschreven door Sjaalman, Max Havelaar dus, maar opnieuw op papier gezet door Stern, de assistent van Batavus. Deze stukken zijn dus in hij-perspectief geschreven, met uitzondering van de inleidende stukken door Stern zelf. En het laatste hoofdstuk is door Multatuli zelf geschreven, dus onder zijn eigen naam. Hij snoert hier Stern en Batavus de mond en sluit het boek af. Wat had het boek Max Havelaar toen voor invloed op de wereld en hoe zien we dat nu nog terug? Eerst werd het boek van Dekker tot zijn grote frustratie niet serieus genomen. Het was zelfs zo erg dat Dekker voorstelde aan de overheid om het boek niet uit te brengen, op voorwaarde dat de wensen van Dekker uit het boek wel in vervulling gingen. Het boek werd toch uitgebracht en veel gelezen, omdat mensen het een interessant en geheimzinnig boek vonden. Tegenwoordig kennen we Max Havelaar als een Fairtrade keurmerk voor voedsel waar de producenten in Latijns-Amerika, Afrika of Zuidoost-Azië een hogere prijs voor krijgen dan de wereldmarktprijs. Dit keurmerk garandeert dus dat de producenten van bijvoorbeeld koffie, suiker, thee, bananen en chocola eerlijk worden behandeld, in tegenstelling tot veel andere producten. Wat zie jij in het logo van Max Havelaar? Ik zie een groen blaadje en iets blauws met een randje erin en een poppetje zie ik erin en daaronder staat Max Havelaar. Leek Max Havelaar jou een aardige man? Ja, want hij nam het op voor de arbeiders en hij lijkt heel erg op mijn papa, want hij heeft ook een snor. Wat vind je van de manier waarop het boek is geschreven? Ik vind dat Max Havelaar het boek op een hele moeilijke manier heeft geschreven. Op een gegeven moment snapte ik er eigenlijk helemaal niks meer van, want hij gebruikte allemaal verschillende perspectieven en hij kwam niet echt straight to the point, zeg maar. Dus dat vond ik wel jammer, maar ja, dat was het. Oké, dat was het. Waar ken jij Max Havelaar van? Nou, soms als we hagelslag koffie kopen, dan staat dat logo erop en het logo komt wel bekend voor. En ik heb een keer een stukje uit de film gezien. Maar het kon me wel boeien, maar ik heb niet de hele film gekeken, want het duurde erg lang. Kon Max Havelaar goed voetballen? Ja, hij heeft natuurlijk Indonesië leren voetballen, want hij heeft daar de eerste leren voetbal heen gebracht. En het was een soort van ruilhandel, dat idee. Dus zij gaven hem specerijen en hij leerde hem voetbal.